Hallo allemaal. Beste Bas, ik heb net je boekje gelezen, Bas Heijnen, Staat van Nederland. Ik wil je feliciteren met de PC Hoofdprijs. Geweldig, hartstikke leuk en daarom las ik ook jouw boek. Volgens mij ben ik het grotendeels met je eens en ik wilde gewoon eventjes wat dingen over je boek zeggen. Nou ga ik toch een beetje streng zijn, ik ben docent filosofie en ik heb het gelezen alsof ik een paper van een student zou lezen. Laat ik beginnen met de titel, Bas. Staat van Nederland. Wat bedoel je daarmee? Bedoel je de Nederland als staat of de staat van Nederland, hoe Nederland eraan toe is? Kijk, ik vind eigenlijk altijd dat titels ook moeten zeggen waar het op staat. Nou heb je er een ondertitel bij gevoegd en die ondertitel luidt een pleidooi. Maar een pleidooi voor wat dan? Kijk, politicus... Jesse Klaver heeft onlangs een boek geschreven. Dat heet Pleidooi voor een empathische samenleving. Kijk, pas dat is een duidelijke titel. Dan weet je gelijk waar het over gaat. Dus ik zou zeggen, werk nog even aan je titel. Want het kostte me erg veel moeite om uit te vinden wat je nou eigenlijk beweerde. En volgens mij wil je beweren zoiets. Maar kijk, dat moet ik er dan uittrekken. Want het is niet helemaal duidelijk wat je wil. Dat wij in Nederland meer debat moeten. En dan debat niet zozeer over de triviale dingen des levens, maar debat over normen en waarden. Wauw, debat over normen en waarden. Ja, daar ben ik in principe helemaal voor. Tegelijkertijd word ik er ook altijd een hele beetje moe van. Betekent dat we dan weer eindeloos met die religiegekkies aan de haal moeten om daarover te gaan, over normen en waarden te gaan praten, discussiëren? Of moeten we met... bedoel je met normen en waarden dat we allerlei politieke ideologieën moeten bediscussiëren? Ja, in dat opzicht ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Dan heb je ook nog, je begint met een citaat als van de cultuurfilosoof en historicus Johan Huizinga. Hè, want jouw genre hoort geloof ik tot de cultuurfilosofie. En cultuurfilosofie kenmerkt zich eigenlijk altijd door zeer vage, zeer grote uitspraken die eigenlijk benaderend zijn meestal niet veel om het lijf hebben. Nou, je komt met een briljante uitspraak van Huizinga. We leven in een bezeten wereld en wij weten het. Ja, bezeten wereld, wat bedoelt die daar nou weer mee? Of dat het hier van de gekke af is? Het is altijd goed om Nederland, om de politiek in perspectief te zien. Nederland is een paradijs, lieve mensen. Bas, Nederland is een paradijs. En dat weet je zelf ook. Want op pagina 60 zeg je zelf dat je behoort tot de verlichting. Dat je de verlichting aanhangt. Kijk, ik citeer jou, Bas. Ik zelf geloof in de idealen van de verlichting, omdat ik weet dat ik zonder de verlichting mijn leven en dat van vele anderen afschuwelijk zou zijn geweest. Maar dat maakt me niet blind voor de blinde vlekken van het verlichtingsdenken, voor de behoefte aan gemeenschap en samenhang die de mens nu eenmaal eigen is en die de afgelopen decennia in tijden van globalisering en immigratie veronachtzaamd is. Kijk, hier laat de cultuurfilosoof zich zien, want de cultuurfilosoof die heeft last van het vroeger wel eens alles beter syndroom. Vind je dus wel dat die verlichting heel goed is, maar toch mis je iets van het cement van de samenleving. En die solidariteit. Volgens mij valt het reuze mee met die solidariteit. Als je vindt dat er iets mis mee is, dan moet je duidelijk zeggen wat er mis mee is. En er is een probleem met de orthodoxe religiegekkies die een band missen met onze samenleving. En dan natuurlijk met name de moslims. Maar dan moet je dat beestje bij de naam noemen. En dat doe jij niet, Bas. Dat doet Geert Wilders wel. Dat doe jij niet. Natuurlijk zou jij daar een beter verlichtingsantwoord hebben gegeven. Maar dat geef je niet. Je zegt nu alleen heel vaag dat we iets moeten met die solidariteit. Hè? Dat we de gemeenschapszin missen. Maar solidariteit, dan zou je dat juist misschien dat humanisme en dat georganiseerde humanisme meer kunnen proden. Of gewoon alleen de menselijkheid. Of gewoon een mild soort nationalisme, dat we allemaal Nederlander of dat we ons allemaal Europeaan voelen of allemaal wereldbewoner voelen, dat we aardig zijn voor elkaar, dat we het gevoel hebben dat we dingen met elkaar delen, de basale dingen. Noem dan het ideaal van mensenrechten. Volgens mij had je dat veel beter uit kunnen werken, bijvoorbeeld kunnen zeggen dat op scholen belangrijk is om die gemeenschapszin te promoten, juist door bewust te maken van dat wij in de erfgenaam van de verlichting staan.
Oh ja, nog ook nog een dingetje. Het is ook niet meer van deze tijd om alleen boeken in de mannelijke vorm te zetten. Je hebt last van de male gender bias. Dan kom je met de grote vraag. Een beetje zoals Kant met de grote vraag. Je zegt dat wij een foute vraag stellen. En de foute vraag is, wie zijn wij? En dat we zouden moeten zeggen, wie willen wij zijn? Maar wie willen wij zijn, dat is een rare vraag. Want stel nou dat wij zouden willen dat wij allemaal PVV'ers willen zijn. Of dat wij allemaal, noem nog eens een enge ideologie zouden willen zijn. Enge nationalisten willen zijn. Of dat we allemaal neoliberalen willen zijn. Dan zou je als cultuurfilosoof, als filosoof juist moeten vragen. Wie zouden we moeten zijn? Wat is het ideaal dat we zouden moeten zijn? En volgens mij is het humanistisch verlichtingsideaal dat wij cosmopolitische wereldburgers moeten zijn. Die ons bewust zijn. Dat we levende wezens op deze planeet zijn. Want dit boek is toch wel erg veel vol van blinde vlekken. Je hebt het natuurlijk over de grote Zwarte Pieterstrijd. Hè? Maar niks over het milieu. Niks over de dierenholocaust. Niks over de grote vragen des levens. Niks over de grote problemen in onze samenleving. Je bent echt stekenblind, Bas. Sorry dat ik het zeg. Op bladzijde 61 komt er ook nog een stukje volslagen onzin. Dan zeg je, het is, ik citeer je nu, hè Bas. Het is lastig om toe te geven, maar je tegenstander, hoe hard en vijandig ook, heeft altijd wel een punt. Zou je me dan eventjes het punt kunnen vertellen van de SGP, of het punt van IS, of het punt van de Maoïsten? Wat is het? Niet alles heeft een goed punt. Of bedoel je dat ze een punt hebben? Dat ze iets zeggen, maar dat nergens op slaat. Maar dan moet je het duidelijk formuleren, Bas. En dat doe je weer eens niet. Goed. Dat was het eigenlijk wel. En dan staat er nog een nietzeggend interview achter. Waar je weer hetzelfde staat als wat er in een stukje staat. Het is toch een beetje een miskoop zo. Ja, als ik dit als studentenpaper zou moeten beoordelen. Ja, dan misschien dat er een zesje uit zou komen. En dat is misschien wel mager voor een PC hoofdprijswinnaar. Maar ik zit dan ook niet in de redactie of in de commissie. En dat is misschien maar goed ook. Dankjewel. Hey, en succes Bas. Even doorwerken, het kan alvast beter. En tot slot, voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de dierenholocaust.